Welkom bij de premium review van Dead Space, de remake. Een klassieker uit 2008 die na 15 jaar een nieuwe lik verf heeft gehad. En ook nog wat kleine aanpassingen aan de gameplay. En aan ons geschonken is om te gaan spelen. Dat hebben wij dit weekend gedaan. Een klein dingetje. Deze game heeft in 2008 hele hoge cijfers gekregen van de media. Echt 8 en 9. Slechts 1 miljoen verkocht. Nog niet eens. Echt? Uitermate matig verkocht. En dus denk ik, als wij het goed vinden, is het ook in ons belang, of tenminste, als we het een vette game vinden, dat gamers dit moeten gaan uitproberen. Er is blijkbaar iets waardoor ze dit niet hebben opgepikt. Wij hebben erover gereviewd. Wij hebben ons werk niet goed genoeg gedaan dan toen. Nee, we hebben niet genoeg geïnfluenced. Ja, ik denk, precies. Dat we hebben toen echt wel van de daken geblazen dat dit een hele vette game was. Dan heb jij je werk wel gedaan, toch? Dan hebben zij hun werk niet gedaan. Ja, we hadden een tv-show, die werd goed bekeken. Dus ergens inderdaad is er iets misgegaan. Jullie hebben ons niet op ons woord geloofd. Of er kwam dat jaar heel veel vette shit waarschijnlijk uit ook. Hè? Dus... Dat is het ook. Volgens mij kwam Fallout 4 toen uit. Dus er is wel echt dat jaar, die jaren, kwamen er wel vaak heel veel vette shit uit. Dus misschien is dat het ook. En het is natuurlijk ergens ook wel een... het is niet een niche game, maar het is wel een aparte game. Het is een hele langzame third-person shooter horror game. Ja. Dus ja, dat is ook wel... Het is niet GTA, weet je. Het is niet een FIFA. Het is wel specifiek. Nee, maar het werd gezien als een commerciële flop. Ze hebben nog een deel 2 en een deel 3 gemaakt. En daarna zijn ze er eigenlijk mee gestopt. Dat is nog gekker, hè? Dat als het een commerciële flop is, dat je wel eens deel 2. Want die was zo mogelijk nog wat beter. Deel 3 was minder cool. Ja, Visceral Games maakte die. Die bestaan volgens mij niet meer. Nee. Die zijn opgedoekt. Het wordt nu gemaakt door EA Redwood Shore. Gewoon een studio van Motive. Motive, oh, oké. Die hebben het geremaked. Even nog kort het verhaal voordat we kunnen gaan losbarsten. Je speelt Isaac Clark, een eigenlijk vrij nietszeggende engineer aan boord van de... Er wordt op uitgestuurd om de... En volgens mij, ik weet niet of het goed zeg, maar de Ushimura. Dat is een soort van enorm grote mining spaceship. Er is wat aan de hand, technisch gezien. Daar moet hij naartoe. Hij komt eraan en het blijkt gewoon dat de hele complete bemanning gemuteerd is. En zijn vriendin is ook aan boord en die is Footsie. En als je vriendin voetje is, dan ga je zoeken. En gaat zijn vriendin zoeken. En hij wil weten, wat de fuck is hier aan de hand? En dat krijg je in 12 missies. Ongeveer 14, 15 uurtjes lang krijg je dat te zien. En ik ga niet spoilen, maar het is een verrassende ontknoping. Ja, het wordt steeds, omdat er dus dingen gemuteerd zijn, het wordt steeds vreemder en alienesker, zeg maar. Er komen steeds meer inderdaad kleine dingetjes bij. Een goede body horror ook wel, toch? Zeker, zeker. Een goede... daar kunnen we het over de horror inderdaad straks nog hebben. Maar ja, er zitten... het verhaal vind ik heel vet. En het gaat ook best wel goed verder in deel 2 later. Het heeft trouwens een prima eind, hoor. Het kan prima zo op zichzelf staan. Maar ik vind dat heel cool. Het begin namelijk heb je zoiets van... Net zoals natuurlijk logisch wanneer je op dat schip komt van... Oké, maar wat de fuck is hier dan gebeurd? Mm-hmm. En op een gegeven moment, ze beginnen wel. Dus er is één ding, je hebt de marker. Ja. Waar het verhaal natuurlijk op een gegeven moment best wel om draait. Dat is er ineens. En niemand vindt het heel gek. Nee, volgens mij dat er ben ik hiermee bezig. Aan de rechterkant zou dan de marker zijn die inmiddels een puzzel de hele tijd moet... Ben jij met deze gun bezig? Ik ben met deze gun bezig, vind ik echt grappig. Ik vind het echt een klote gun. Ja, ik heb hem helemaal geüpload. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. Wij zijn op zich altijd een klein beetje sceptisch als het gaat om remakes. En met name remasters. Zo van jongens, het moet wel echt heel goed zijn. Wil het nog wat toevoegen aan het origineel? Het origineel was echt een hele goede game voor die tijd. Jij loopt hier gewoon full on fucking shit te doen. Ja, absoluut. Ik heb hem op de middelste moot inderdaad. Medium. Dan lukt dat inderdaad op een gegeven moment wel aardig. Laten we beginnen met... De graphics, want deze game is origineel gemaakt door meneer Schofield en nog een ander. En meneer Schofield ken je mogelijk van de Callisto Protocol, die we onlangs hebben besproken, die... Eenzelfde soort game is. Eenzelfde soort game is. Het is echt serieus met de gameplay. Te extreem eigenlijk nog wel. Ja. Kijk, ik begrijp natuurlijk dat het van de maker van Dead Space afkomt, maar weet je, daarbij... Hij wilde dus clearly nog een Dead Space maken. Maar daar ben je weg. Ja. Jij bezit de rechten niet tot Dead Space. Nee. Dat is hetzelfde als wij dan, weet je, bij Blamma zouden weggaan en geek cultuur beginnen. En dan exact dezelfde shit. Ja, het is niet, vind ik niet heel cool om heel eerlijk te zijn. Nee, helemaal mee eens. Want kijk, Callisto Protocol, ik keek er niet naar uit. Het was een leuke verrassing.
Deze game had ik niet gespeeld. Dus de eerste keer dat ik Dead Space speel. Mm-hmm. En dan heb ik wel zoiets. Dit is één op één. Ja. Ja, maar niet geïnspireerd op. Dit is één op één. Ja, letterlijk de bewegingen die je maakt. Dat je stampt op een vijand. Alles is wijd. Heel veel mechanics. Nee, maar letterlijk al alleen al het domme dingetje van dat je je leven op je rug ziet. Ja, precies. Ja. Dat bedoel ik. Dat is dat. Inderdaad, het is één op één. En wat ik niet per se heel erg vond, behalve dat ik gewoon hoorde uit veel hoeken, dus dat Callisto Protocol gewoon lagt en gewoon niet goed is. Dus, De gameplay, daar komen we straks op. Grafisch gezien, de Callisto Protocol is de mooiere game. Ja, zeker. Maar deze is natuurlijk, heeft een oudere beeld onder zich. En, maakt bij een remake niet uit, toch? Nee, en ik moet wel zeggen, ik vind hem behoorlijk richting 2023 getrokken. Ja, je ziet precies dat. Er zijn games die technisch gewoon net ietsje moderner zijn. Ja. Maar ik heb hier zoiets van, ik vind het fijn voor nu. Zeg zeker. Maar. Het is niet moeders mooiste, maar het ziet er echt prima uit. Ja, ik hink een beetje op twee gedachten. Ik vind het enerzijds echt super sfeervol en ook tof eruit zien. Maar anderzijds, ik heb ook echt veel texture issues gehad, waarbij shit super blokkerig ineens is. De quality mode is niet in 4K, ondanks dat het maar 30 fps is. Dat is in 1440p, 30 fps. Dan wel raytrace ambient occlusion. Dat is moeilijk doen. Dat is shit waar ik van hou, weet je. Ja. En uiteindelijk heb ik wel voor gekozen om hem in de quality mode te spelen in plaats van performance. Want dan is het wel 60 fps. Maar gewoon vond ik het net wat sfeervoller uitzien. Ja, dat vind ik bij een survival horror vind ik dat net belangrijk. Ja, snap ik. Ook al inderdaad, dus de graphics, technisch dus misschien dan niet. Juf van het heb ik natuurlijk weer niet opgevallen. Maar de sfeer Dat is goed om verschillende perspectieven aan tafel te hebben. Het wordt online ook wel aangeraden. Niet letterlijk door de uitgever, maar een soort hintje. Doe de performance mode, want dan heb je de meest stabiele framerate. Dat kan nog wel eens van pas komen, omdat een van de pilaren van survival horror is dat het niet zo makkelijk schiet als een Call of Duty. Dus je bent best wel een beetje aan het... Dat is wel wat mij frustreert aan deze game ook, moet ik zeggen hoor. Ja, oké, nou daar gaan we het zo over hebben. Dan is een performance mode wel handiger als een quality mode. Als je dus en een hele lastige besturing hebt. Plus ook nog eens misschien een keer framerate drops. Waarbij het gewoon een beetje tricky wordt. Maar kijk, ze hebben natuurlijk mazzel. 90% van de game speelt zich eigenlijk af in het interieur van deze spaceship. Is donker, is duister, is griezelig. En laat ik zo zeggen, ik vond het geen aanfluiting. Ik had wel echt iets van, oké, het is weer deze kant op getrokken. Dus dan is zo'n remake, doet mij wel wat. Omdat ik heb die oude game nog even opgestart. Ja. Nee. Dat is lelijk. Daar ga ik niet meer spelen. Nee, precies. Dus nee, weet je, maar ik had het er wel met jou over volgens mij vorige week. Dat graphics die van games die je hebt gespeeld en die je heel vet vond, die evolueren in je hoofd mee met de current standard. Dus in mijn, ik heb dus niet de oude aangezet. In mijn belevingswereld heb ik die game gespeeld. Ja, leuk is dat. Ja. Ja, dus ergens heb ik gewoon. En natuurlijk, als je ze naast elkaar legt, dan zie je dat. Maar ergens heb ik gewoon deze game. En het was inderdaad meer dan 10 jaar terug. Dus prima om hem nog een keer te spelen. Ja. Want de graphics zien er current gen uit, zeg maar. Dus ik heb gewoon twee keer dezelfde game gespeeld, voor mijn gevoel. Kijk, letterlijk is het trouwens ook niet 100% dezelfde game. Want we zagen het net al in een eerder clipje. Isaac was een gezichtloze, stemloze man. Niet stemloos volgens mij. Jawel, hij zei niets. En nu praat hij ook. Heeft hij ook dialoog. Dat hebben ze op een of andere manier in weten te krijgen. Dat maakt het geheel dat het wel wat beter bij elkaar past. Want het verhaal ging echt via die tekst. Die tekst pop-ups. Ja. Iets waar ik een bloedhekel aan heb, want ik lees nog het gewoon niet. Nog steeds veel hoor. Het zit er nog steeds veel in, inderdaad. Want de characters waarmee je, dat je op het schip komt en met wie je in aanraking komt, die zaten er wel gewoon in, toch? Ja, die zaten erin. Ja, die praten tegen jou, maar jij was altijd meer iets... Beetje Master Chief-achtig, weet je wel. Ja. Zij hebben dat nu veranderd, verder rest... Nu is hij Master Chief-achtig. Want hij praat nog steeds niet veel, maar hij heeft bepaalde lines. Ja, hij heeft wel wat lines inderdaad, weinig. Maar in ieder geval hebben ze het verhaal ietsje natuurlijker aan weten te voelen. En in de gameplay hebben ze wel wat tweaks gemaakt. Bijvoorbeeld al die rode en die blauwe elektriciteitsleidingen waar je wat dingen mee moet doen. Dat zat er in het origineel ook niet in. Dat was op een andere manier verwerkt. Wat grappig. Het zijn dingen die je niet opvallen. Nee. Als je daar niet
naar gaat zoeken. Ik heb natuurlijk gewoon even die lijstjes naast elkaar gelegd. En, hier gaat het even mis. Ja, ja goed. Dit vond ik wel lastig, zeg maar. Die, ik vond dit juist een van de toffere dingen. En vooral een ja, en dat is. Ik probeer niet te veel op de zaken vooruit te lopen. Maar ik had. Omdat ik twee keer dezelfde game voor mijn gevoel heb gespeeld. Ja. Behalve dat de ene in 2008 was en deze in 2003 en fucking 20. Dus dat is ook belachelijk. 15 jaar. Ja, aan de ene kant, dat is bizar, het is 15 jaar. Ja, we zijn in gaming niet veel verder ja, gekomen dan dit. Dat was een van mijn observaties. Daardoor bedacht ik me, man, wat was deze game toen insane goed. Ja. Want ook bijvoorbeeld deze, die intermezzo's, die precies op het goede moment, nou ja, voelen toen vooral, weet je. Dus het voelde echt, oké, dan ga je, dan moet je even de ruimte in, of ga je hier maar even lekker door deze ruimte zweven, in plaats van de hele tijd super sluggish. Ja, weet je, en dat was vond ik, toen was dat amazing. Nu heb ik dus twee keer dezelfde game gespeeld. Nu vind ik alsnog, ook al is het een goede remake, dat we zijn ook wel weer, we zijn niet veel verder gekomen in gaming, maar we zijn wel verder gekomen in gaming en dat voel je in heel veel dingen. Zoals de letterlijk het kastje naar de muur concept van deze game. Backtracking, ja. Hier zit een dikke bug in. Ja, dat is een goede bug. Ik heb er inderdaad wel van dit soort een paar inderdaad ook gehad. Ja. Dingen die net niet gewoon in deuren. Eigenlijk altijd alleen maar rond deuren trouwens. Ja. Maar het kastje naar de muur staf. En niet per se de backtracking. Want backtracking die is ook nieuwig. Maar dat vind ik nog juist wel leuk. Ja. Maar dat is dan voor de backtracking. Voor de mensen die moeite willen doen om nog een keer helemaal terug te lopen. En die proberen die hele rare map. Want die dus... Nogmaals, voor een 2008 game heel ingenieus wordt uitgebouwd. Een soort van dat in principe ben je op die rig en je kan, weet je, bij wijze van eerste gang en kamer dit en kamer dat doorlopen. En op een gegeven moment komen er steeds meer plekjes en je komt dus ook heel vaak op dezelfde plek weer. Ja. Dat was toen ingenieus. Ik vind dat nog steeds ingenieus, maar er zijn wederom weer dat gevoel van er zijn meer mogelijkheden nu in gaming. Dus... Nou ja, dat is dus de beperking van de remake. Dat inderdaad, dat hoeft is denk ik. Nou ja, maar ja, goed, ik bedoel, kijk Resident Evil 2. Precies. Die hebben, er zijn meer mogelijkheden. Die hebben letterlijk remade. Gewoon modern nieuw gemaakt. En dit is... Ja. Ja, het is dezelfde map. Het is, ja, het is dezelfde game ook. Ja, het is dezelfde game. Het is dezelfde map. Dus ineens heb ik dus... En dus waar het bij backtracking dat ik het niet zo erg vind. Van nou, ja, als jij nog weet je wil kijken of er in die ene kamer met security level 2 nog dit en dit ligt. En misschien wel een nieuwe gun of wat dan ook. Ga maar. Maar de missies of het verhaal... hebben dezelfde structuur. Dat je komt ergens aan en zegt van ja, nee, crap, er is iets kapot. Ga het maar fixen daar. Ja. Dan ga je er helemaal naartoe. Dan zeg je van oké, thanks, het is gefixt. Nu is het volgende kapot. En dat zit dan precies aan de andere kant van het vliegtuig. Dus ga er maar weer doorheen. Ja. Dat voelt heel erg irritant en oldschool. Nee, het is, maar dat vind ik ook goeie van. En dat vind ik ook het moeilijke van deze game. Van Ook trouwens, sorry. De liften. Ja. Ik heb hem op de PlayStation 5 gespeeld. Ik ben eindelijk gewend aan het concept dat laadtijden niet meer hoeven te bestaan. Ja, goed. En die zitten erin, omdat die game is al lang ingeladen. Maar de cutscene van de lift, die zat er nog in. En ze hadden niet zoiets van, oh ja, een lift van 2 minuten of van 2 seconden is gek. Nee, helemaal niet. Je bent in space. Had gewoon gedaan. Je had ook gewoon doorgelopen. Ja. Nu zit je te wachten op iets. Maar dat kan ook horror zijn, hè? Technisch niet hoeft. Nee. Ja, heel af en toe komt je kan denken van, oké, waar ga ik naartoe? Wat gaat er nu gebeuren? Nadenken. Even tot jezelf komen. Ja, die dingen waren er om cutscenes te verbloemen vroeger. Om nieuwe dingen in te laden. Ja, dat is nu zo snel. Het hoeft niet meer. En nu, dus nee, dat vind ik heel raar. Er zitten archaïsche stukken gameplay in. Bijvoorbeeld dat je 8 verschillende mensen iets moet planten, weet je wel. Van, dat van die tijd. Dat is ook mijn probleem. Hè? Ik bedoel, als we heel eerlijk zijn. We zijn altijd ietsje wat later met de reviews. Waardoor je andere reviews ook al hebt gezien. Die geven 9 en 10. En ik denk bij mezelf aan de ene kant. Het is voor mij een GOTY 2023. Die gaat best wel veel kans. Ja, die kan Game of the Year? Ja, die kan van. Nou, niet Game of the Year, maar die gaat in de top 10. Zou die kunnen komen? Ja, GOTY is Game of the Year. Oké, maar goed. Ik vond. GOTY's, ja. Een van de kansen hebben ze. Ik vond het echt. Ik heb sinds tijden niet meer zo involved achter mijn. Nee. Ik wilde weer spelen. Maar, dat, maar aan de andere kant geef ik Jelle wel gelijk van. Oké, we moeten ook wel op kritisch zijn. En je merkt gewoon dat bepaalde stukken gameplay niet meer van deze tijd zijn. Nee. Klopt, omdat de gaming is verder. Niet veel verder. Normaal, ik vind niet alleen gameplay. Waar ik me juist enorm aan stoor, en dat is juist misschien omdat ik van Callisto Protocol afkom, cinematische storytelling.
Ja. Ik vind dat echt slecht gedaan. Nul. Ja. Zit er niet in. Ja, het zit er niet in. Gewoon, in deze ruimte komt er iemand binnenlopen en je hebt daar de scène met dezelfde camera view. Ja, maar voor, ja, dus ja, je hebt dezelfde camera view. Ja. En dan gebeurt er iets met je collega's bijvoorbeeld aan de andere kant van het glas. Mm-hmm. En ook, het ziet er echt 2008 domme dingen shit ook hoe dat ja, en letterlijk, soms dan op een gegeven moment zijn mijn vriendin die zat mee te kijken. Soort van, wat gebeurt er precies? Ik zeg, oh ja, je moet door dit kleine gaatje kijken naar wat er aan de overkant van de lift gebeurt, zeg maar. Ja. Dus dat was helemaal niet duidelijk, weet je. Nee, dat, maar daarom vind ik, kijk, en dan als je dan en op gameplay wat aan te merken hebt, ja. En op, ja, op de storytelling wat op aan te merken hebt, en dat het ook ja, nou, technisch gezien ook niet helemaal op orde is. Ja, heb ik wel eens iets van, waar komen al die 9 en 10 vandaan dan? Ja, dat weet ik ook niet. En nou, ja, misschien omdat we natuurlijk... de media vond dit vroeger al een hele goede game. En dan komt er op een gegeven moment zo'n... Dat is ook met Mirror's Edge. Dan komt er een soort van intellectuele oproep van deze game. Zullen we weer terugkomen. Het is vet. Ja, ja en... En hij is ook vet, we begrijpen niet verkeerd. Ja, nee, maar ik vind het heel moeilijk van... Ik snap dus van dat zouden ze kunnen aanpakken, maar dan moet je eigenlijk bijna een nieuwe game maken. Gedaan. Ja, maar dat heeft Resident Evil gedaan. Ja, nou ja, zij zijn ook echt de absolute top. En hier zie je dus gewoon, ze zijn tot een bepaald niveau gegaan, maar daarna is waarschijnlijk of ze zichzelf dat het niet kon, omdat het te veel niet tijd ambitieus kostte, genoeg. Niet ambitieus genoeg. Of je heeft gezegd, je krijgt precies 2 jaar de tijd voor en dan is het dan. De vraag is dan, wat schieten we hiermee op? Anders dan dat we een leuke, vette game hebben om te spelen. Maar ze hadden natuurlijk ook hun tijd kunnen steken in Dead Space 4. Ja, maar ik denk dat misschien omdat de game toen zo weinig verkocht heeft, dat ze denken van, we gaan eerst eventjes mensen in 2023 dat je kenbaar maken dat dit er is. Ja. En gaan nu Dead Space 4 maar maken of zo. Het is wel een full pond game. Het is 70, 80 euro. Nou, en ik moet ook zeggen, hij is ook beter dan heel veel andere games. Ik en dat, zegt, dat is hij wel waard, toch? Ja. Ik vind niet dat het niet voelt waard niet als is. Het voelt niet als een niet full price game. En 15 jaar is, weet je, prima. En, om dat na zoveel jaar dan ja, als remake uit te brengen. Voor mensen die het al gespeeld hebben, wat je zegt, voor jouw gevoel al, dat is dan duidelijk. Van, ja, het is niet heel veel anders. Ik had het niet meer zo heel hard op mijn Netflix. Ik wist niet meer letterlijk wat er allemaal zou gaan gebeuren. Oh, ik wel. Ja, nou ja, lang niet alles natuurlijk. Maar op een gegeven moment dat ik zoiets van, oh ja, dit is die gang waar dat grote beest voor het eerst je vast kon grijpen. En, maar dat is wel... Ik had dat wat minder. En ik moet wel zeggen, Resident Evil vind ik echt de meester in dit genre. En wat voor mij belangrijk is dat ik heel langzaam door die gangen heen ga. Echt met mijn gun ready. Oké, waar komt het vandaan, weet je wel? Is dit ook, ja, precies. Ja. Dat heeft het ook. Kijk, als jij weet van, oké, hier linksom, dan gaat het mannetje komen. Zo, ja, nee, ik heb dat lang niet. Ik heb dat natuurlijk niet de hele game. Ik ben geen robot. Maar ik heb wel een paar keer op een gegeven moment dat ik in de lift sta. Soort van, oké, er komt straks een keer in die lift. Ja. Komt er ook een guy, soort van, uit de vent. Dus ik sta de hele tijd naar die vent gericht. Soort van, en ik heb hem nu een beetje dan. Daar is die eindelijk, weet je. Dat, dat is niet zo heel erg. Net zoals dat je een film na 15 jaar terugkijkt. En je kent niet meer de hele film meedromen. Nee. En ook iets wat ik in het begin dacht van, hey, de game is te makkelijk. Te veel munitie overal. Hè? Want dat vind ik ook wel van Resident Evil. Begin te veel, maar op het eind... te weinig. Einde weer misschien genoeg. Ja, maar in het midden is... Zo irritant. Ik heb al mijn geld stuk aan... Want ik speel alles met die cutter. En ik weet... dat is namelijk het grappige. Dat beste wapen, ja. Ja, ook omdat in 2 bouw je hem dus uit. En dan wordt het zo'n ding. Okay. Dus dan ben je gewoon... Weet je, een soort van dingen door midden aan het snijden met 2 schoten. En ik wist dat nog. Ja. Behalve dat, dus dat is zo'n ding. Van, dat kwam uit 2. Ja. Dus nu heb ik soort van mijn hele ding uit. Maar ik heb niet die onwijze lijpe cutter. Ja. Het is nog steeds een fucking 3-punt cuttertje, weet je. Dus het is nog steeds eigenlijk... Ik denk van, oh crap, misschien heb ik het in het verkeerde nu geïnvesteerd. Wat ook niet uitmaakt, want je kan noods, kan je terugroepen. En de laatste wapens zijn wel echt wapens die je met name wat makkelijker maken bij wat grotere vijanden. Maar dat vind ik ook, dat vond ik zo tof aan deze game. Dat ik op een gegeven moment... Backtracking vind ik eigenlijk altijd killing van... Ik vind het niet leuk. Behalve dan als ik het nodig heb. Dus dat ja, oh fuck, ben ik hier geweest? Ik zie het toilet. Ben ik daarin geweest? Ik heb namelijk munitie. Nou, ja. Er liggen weer een paar crates. En dat maakt voor of mij een paar monsters. Of een paar monsters. Kijk, dat is de risk reward. Ja. Dat doen ze goed. En dat zit er gewoon goed in. En je ziet gewoon dat deze game... Gewoon Iron Man zo, hè? Fucking lijp, hoor. Deze game in 2008 was die fucking vooruitstrevend. Insane. Ja. Dat op zijn rug was hij een van de eerste. Dat er geen hut meer in beeld was. De wapens niet standaard, weet je wel, shotgun, dit en dat. Maar gewoon een soort van mining tools die je had. Ja, letterlijk, het zijn machines. Weet je, hebt de cirkelzaag waar ik je net bij zag huishouden. Dat soort dingen. Ja, en dat is nu...
Ja, die misschien voor een nieuw... Ja, dat moet ik eigenlijk aan Koos vragen. Ja. Vond je dat optiebaar? Want wij wisten het al. Ja, en dan kijk je, relateer je naar shit die nu dat gemaakt is de stijl van de game, bedoel je? De uniekheid. Ja, precies. Vind je het baanbrekend? Of is dat het nu niet meer? Ik kom van Callisto Protocol. Ja, nee, maar dat is gelijk dat is ook wel een beetje het ding. En daar zal Dead Space ongetwijfeld ook last van hebben. En Callisto Protocol ook. Deze games komen heel kort op elkaar uit. Weet je? En mensen hebben uitgekeken weer naar Space Horror Survival. Ja. Maar zo kort op elkaar twee dan, weet je wel, na heel lang niks te hebben gehad. Ja, en beide hebben een... kijk, daardoor was het geniale wat je dan benoemt, dat is voor mij eraf. Want ik zag, deze game is bijna één op één overgenomen. Ja, er gaan natuurlijk mensen eerder, het is veel meer mensen zijn die Callisto Protocol hebben gespeeld. Ja. En dan daarna nu in aanraking komen met Dead Space. Ja, en kijk, als ik wat mag zeggen over Callisto Protocol, daar vond ik de storytelling dus beter. Zeker. Vond de graphics nicer. Veel beter. En de audio was ook beter. 100%. En dat zijn wel drie hele belangrijke elementen voor mij. Hoezo is de audio van deze game kut? Die is wel leuk, toch? Nee, is niet kut. Maar bij Callisto is die insane. Dat is echt insane. Ja. En dat zijn drie hele zware pijlers dan. Maar als ik dan hier kijk, deze game, vind ik de gameplay weer toffer. Ten eerste, je hebt veel meer shit. Mm-hmm. Je hebt meer enemies, meer verschillende enemies. Dus beide hebben voor- en nadelen. Maar om heel eerlijk te zijn, ik vond deze momenten ook best wel saai. Ik vind hem minder saai dan de Callisto Protocol. In de zin van, ik vind hun omgeving, dat vind ik echt jammer. Ze hadden meer verschillende omgevingen moeten doen. En niet dat hier nou zoveel verschillend was. Nee, hier is dat ook niet. Nou, op een of andere manier... Daar kom je nog op zo'n, in ieder geval, biodome, park. En weet je gaat bijna zo'n hele Marsbasis al van Doom. Ja, hier, ik irriteerde hem niet. Nou, ik irriteerde me aan de Callisto Protocol gewoon aan de besturing die gewoon... Vond ik gewoon echt niet lekker. En hoe gek is het? Maar dat vind ik hier ook niet. Ja, maar dat is natuurlijk wel bedoeld. Maar bij Callisto ook. Dus dan kan je niet Callisto daarvan nokken. Je kan het sluggish doen en je kan het kut sluggish doen. Ik vond allebei sluggish gewoon. Ja, was ik niet bang. Althans, als ik genoeg munitie had, dan voelde ik me zeker van mijn zaken. Bij Callisto was ik op een gegeven moment echt op easy gezet. Van ik kom er anders gewoon echt niet langs. Want het lukt me gewoon niet. En... kan ook aan mij liggen, hoor. Ik vind dit nooit zo'n probleem om dit op makkelijker te zetten als ik er langskom. Want voor mij gaat het om die spanning een beetje. Niet zozeer om de uitdaging. Ik moet die vijand hebben. Het is gewoon eigenlijk, ik wil gewoon het verhaal doorlopen en griezelen. En dat komt vanuit mezelf wel. En daar vind ik deze game nog steeds heel erg sterk in. Het is nog steeds heel veel suspense. Het is donker, het is gritty. Ja, goede jumpscares. Weet je, alsnog, jumpscares zijn natuurlijk eigenlijk altijd cheap. Maar ik, op de een of andere manier, ze voelen niet cheap. En misschien ook wel omdat ze het vroeg deden, deze game. En in een alien-achtige space sci-fi setting. Dus ik vind ze altijd... Ik heb wel een paar keer de scheldwoorden soort van door de kamer. Nog ook al weet ik de game nog een beetje. Ja. Of van die momenten dat je door je munitie heen bent... en dat je via de inventory een ander wapen moet kiezen... en je weet gewoon, er zitten drie gasten aan je te hakken... en dan de totale paniek. Ja. Ja. Het verkeerde wapentje pakken. Ah, dat is kut. Waar is mijn cutter nou? Oké, daar zit hij, weet je. Maar wat ik wel heb met heel veel van die encounters... als je iemand voor je ziet... Er zit ook iemand achter me. Ja, nee, gewoon altijd standaard. Ja. Weet je wel? Dat is de afleiding. Eerst omdraaien, want daar komt het ook. Maar inderdaad voelt dat 2008. Ja. Weet je, dat is intelligenter gedaan, dat soort dingen tegenwoordig. Vandaag de dag zou je kunnen denken van een goede... Die maakt zijn horror content, bijvoorbeeld procedural generated. Dat de vijanden elke keer van een andere kant misschien komen. Ja, hier weet je gewoon op een gegeven moment van... Oké, hij komt vandaar. Nou, je weet ook wanneer ze komen. Je weet wanneer je een ding hebt omgezet of een powerplug of het licht uit heb gedaan, dan komen ze. Maar ik snap waarom ze dat doen, want in feite is dit niks anders als een spookhuis op een kermis. Daar moet je gewoon op een bepaalde manier doorgaan. Ja. En dat moet goed geregisseerd worden, dus dan is dat altijd vast. Ja, maar het voelt dus echt, je voelt nu bedacht. Het voelt 2008 geregisseerd voor mij. Ja, precies. Want tegenwoordig, ook als je een game in gangetjes maakt, ik kan me voorstellen, ik weet niet hoe AI, hoe dat precies van toepassing is of wat dan ook, maar dat het dus niet voelt als, oké, ik ga nu het licht uitzetten, dus ik weet straks dat er iemand komt.
Weet je, dat was gewoon te duidelijk. Ja, maar dat zit er nog heel veel in. Ja, heel veel. Ja. En ik kan me voorstellen dat er in 2023 genoeg technieken zijn om dat gevoel minder te laten naar voren komen. Een van de problemen die je dan krijgt is dat deze game een eerste playthrough waanzinnig maakt, maar de tweede playthrough is exact hetzelfde, maar dan ietsje moeilijker. En er zijn natuurlijk nu games die bijvoorbeeld je wel steeds weer op een andere plek, of waardoor het misschien iets spannender wordt. Een open wereldachtige structuur had gekund. Het is gewoon exact de game uit 2008 met al zijn manco's. Ja, in die tijd waren die manco's. Dat is het rare van. Nee, dat is het. In die tijd had deze game denk ik nul manco's. Weet je, dat was gewoon een sublieme game toen. Ja. En nu is dat inderdaad, het is gewoon ingehaald. En dat is wat ik net zei, wat ik wel grappig vind. Hij is alsnog beter dan heel veel games die nu uitkomen. Dat zegt ook genoeg. En er zijn ook games die zijn veel beter dan deze game dan weer. Maar dus dan zie je wel dat inderdaad laten we heel makkelijk zeggen. Qua gameplay, wat ik net al zei, vind ik het beter dan Callisto Protocol. Ja. Nou, Callisto Protocol is echt een nieuwe, moderne game. Ja. Mm-hmm. En deze is gewoon uit 2008. Behalve met wat dingetjes hier en daar. Ja, maar die is dan gebased op een game uit 2008. Dus ja, maar hij heeft er niks aan toegevoegd wat het echt heel veel beter maakt. Nee, dat is stom. Ja, nee, hij wilde gewoon nog een Dead Space maken, ja. Mr. Schofield. Het is natuurlijk ook een beetje een eerbetoon, hè? En ja, nee, het is gewoon een commercieel ding, hoor. Ja. Nou, sterker nog, een eerbetoon aan zichzelf dan ook. Ja, hè? Ik kan een bepaalde maat, of sterker nog, arrogantie en narcisme vind ik vaak heel leuk. Mm-hmm. Maar ik vind meneer Schofield wel echt een drop. Ja, maar hoor. Hij heeft Jesus hier dan weer Christ. Niet aangewerkt, natuurlijk. Callisto Protocol. Ja, nee, maar goed. Callisto Protocol. Nee, maar hij volgens mij was meneer Schofield van Visceral. Hij heeft deze game gemaakt, maar hij heeft niet de remake. Daar zit hij dan weer niet achter. Nee. Maar oké, dus ik bedoel, dus de Callisto Protocol, had jij het over, denk ik, toch was een hommage aan Dead Space, dus aan zichzelf. En ik heb hem één keer in een hotel. Ja, ik heb hem ook wel gehoord. Club. Heel vette club. Waren we aan het zuipen met weet je, de Tweakers was erbij. Volgens mij was ik met Shelly. Het was Rick Sloof. Het is gek als iets een hommage is, als het er nog is. Weet je gaat toch ook geen shooter uitbrengen. Dit is een hommage Call of Duty. Ja, Call of Duty is right here, dude. Ja, ook zo. Ja, oké. Maar ze wisten natuurlijk misschien niet toen ze Callisto Protocol gingen maken dat er een Dead Space remake kwam. Dus als jij de bedenker bent. Jawel. Weet je dat wel, denk ik? Dan weet je dat als eerste. Hij zat daar in ieder geval. Iedereen was just having a good time met drank en cocktails en shotjes. En hij zat daar in het hoekje met twee pennen. Laten zien dat hij ambidextrous is. Zat hij te tekenen. Ja. Stuk fucking fruit dat je er bent. Kan je een leuke Dead Space hebben gemaakt in 2008. Maar je bent geen coole guy. Ik denk dat EA door de jarenlange roep van bepaalde mensen, wanneer komt er een Dead Space, op een gegeven moment gedacht heeft, weet je wat, we hebben voor de PlayStation 5, de next gen, we hebben eigenlijk niet zoveel op dit moment, weet je wat, we hebben nog wel een studio over die dat zou kunnen doen. Ja. Let's do it. Een beetje de Embracer aanpak, hè, die ook gewoon oude franchises oppakt en misschien remaked of iets nieuws van maakt. Ik denk wel dat ze het met respect hebben gedaan. Ik denk ook dat ze het enige wat je kunt zeggen is, ze hebben niet de ambitie gehad die Capcom had door echt de game helemaal richting 2023 te sleuren. Ze hebben gewoon de game opnieuw vormgegeven. Wat grappig dat je bang bent om naar binnen te gaan en ze allemaal naar je toe trekt in plaats van gewoon naar binnen loopt en oppakken. Ik zoek gewoon. Ja, dit is een latere fase. Ja, maar de bedoeling van, je hebt daar, weet je, ook die grav gun. Die heb je ook in fucking Callisto Protocol. Ja, dat is geen gun. Dit is een ding. Nee, ja, I know, maar het is hetzelfde. Ja. Ja, weet je, het is hetzelfde waarmee je fucking shit kan laten zweven. Ja, wij zijn hier dan wel dus om te zeggen dat deze game was eerder. Callisto Protocol is de rip-off. Dat vind ik zo erg aan Callisto Protocol. Gewoon van dat je survival horror maakt, die gangetje zit, ook met zombies, allemaal oké, maar dan elk fucking wapen ook hetzelfde. Ja. En ook de manier waarop je ze upgrade. En ook de credits. En dan ook weer een repair based system. Dat is een beetje het ding dus van Schofield. Dus dat vroeger was dat een visionaire gamemaker. Nu niet meer. Hij is ook verantwoordelijk voor Call of Duty Vanguard. Wat ook gewoon helemaal niet een lijpe game is. Nee. Hij heeft zijn Moment of Fame ergens een keer gehad. Dus, ja. Je ziet ook, er zitten ook wat puzzeltjes in. Over het algemeen niet te moeilijk. Op zich, deze vond ik een van de moeilijke, omdat ik die tweede kist niet vond. En ik van, hoe fuck kan ik dit nou krijgen? Ja, je weet, het is of iets met een kistje, maar ze gaan toch aan of iets met een motor. Nee, sommige blijven aanstaan. Oh, okay. Het is of iets met een kistje, of het iets met een motor die je moet vinden. En die zit dan altijd in dat andere kamertje wat ook nog open is. Dus het is allemaal niet extreem moeilijk. Behalve als je hem op hard mode, en volgens mij zit er nu ook een premium, zit er nog een moeilijkere mode, hebben ze er nu bij gedaan. Een Game Plus.
Ja, ik vind dat dus weer niet. Daar vind ik de game dan weer niet interessant genoeg. Want en exact dan net niet nog goed genoeg voor qua shooter mechanics. Want het is express sluggish. Maar inderdaad, ja, een soort van. Ik vind dat namelijk de shooter zelf. Ik vind het niet eens de aiming. Het is het lopen, het looptempo. Dat af en toe dat ik. Weet je, veel, stel er komen er drie, dat gebeurt ook wel eens. Dan wil je achteruit lopen. En dan denk je van oké, hier was dat hoekje. Maar omdat je in je hoofd, omdat gaming sneller gaat tegenwoordig, sneller er was, liep ik dan tegen de muur aan te kutten. Weet je, omdat het gewoon niet zo lekker loopt. Het is inderdaad gewoon sluggish. Ja. Dus ja, en dan, weet je, dan had je weer paniek. Dus ja, het voelt hier. Het voelt gewoon een beetje outdated. Maar. Resumerend, deze game kost. Ik zag hem net even staan voor €70 her en der. Officiële prijs op de PlayStation 5 is volgens mij nog wat hoger. Ik vind dit best wel moeilijk. Ik bedoel, deze game is tof. Maar ik vind het heel makkelijk. Ja? Zal ik zeggen wat ik dan vind? Ja. Als je geen Dead Space hebt gespeeld, €70, dubbel en dwars waard. Want, prima game. Vette game. Ja, vette game. Heb je Dead Space al wel gespeeld? Haal Callisto Protocol. Ja. En die kan je nu voor de helft van de prijs oppikken. Ja. Dat is wel een mooie code. Omdat het een rare game is. En dit is nog steeds niet een rare game. Maar dit is vrijwel dezelfde game. Die heb je al ervaren. Je gaat hem alleen mooier ervaren. Ja. Callisto Protocol is bijna hetzelfde. En stel, alleen je hebt het alle twee niet gespeeld. Want als je echt storytelling en cinematische gameplay belangrijk vindt, ga je Callisto Protocol. Looks, of ga je voor... Gameplay is deze beter. Ja. Ja, ik vond dit wel meer pakkend. Ik heb hier wel echt ik heb van de Callisto ook best wel genoten, hoor. Alleen die gameplay vond ik zo sluggish daar dat ik daardoor eruit ben gehaald. Ja, maar vind ik hier ook, ja. Nou ja, daar had ik dan wat minder last van. En ik heb heel erg dat soort van. Ik heb dat ook. Dit is heel dubbel, want ik zit het te spelen en ik merk van oké, dit was in 2008 subliem. En daardoor is het nog steeds heel goed. Ja. Want het is nog daardoor nog steeds, omdat het toen subliem was. Gaming is niet zoveel verder, helaas. Dus is het nog steeds heel erg vermakelijk. Ik zeg precies dat. Je wil die fucking gangetjes door. Je wil precies de limbs eraf schieten. Dat voelt gewoon goed. En het is heel enjoyable. Ja, maar ja, goed. Kuttere games die full price zijn. Tuurlijk, maar ik had ook gewoon in mijn geheugen kunnen duiken en het verhaal opnieuw kunnen spelen. En dat van, kijk. Bij Resident Evil heb ik echt iets van, ze hebben echt iets nieuws gemaakt. Het was voor mij een andere spelervaring dan de oude Resident Evil. Ik ging iets anders spelen. En dat maakt het voor mij waard dat ik zou zeggen, want dan denk ik altijd van, had ik hier dan €80 voor gehad? Dat denk ik bij nee. Maar dat is heel raar, want die game is echt heel tof. Alleen, ik heb toch het idee van, ik heb echt hetzelfde zitten spelen, maar dan iets mooier. En ja, in deze tijd had ik misschien gezegd van, oké, dan bewaar ik die €80 voor iets echt baanbrekends. Tuurlijk, maar dat is omdat jij het al gespeeld hebt. Ja, daarom zeg ik van, als je het niet gespeeld hebt, dat het je €80 of €70 dubbel en dwars waard is. Maar er zijn veel games die gewoon niet zo goed zijn nog steeds als dit in 2008. Net zoals dat er heel veel games zijn die zijn nog niet zo goed als The Witcher 3. Het zou wel kut zijn als op een gegeven moment de industrie zoiets heeft van, weet je wat, we kunnen beter onze oude classics remaken dan zelf iets nieuws proberen. Nou, dat vind ik wel jammer. Maar natuurlijk. Daar zijn dat we is wel al, aanbeland. Ja, maar dat is al sinds, niet toen ik begon bij GameKings, maar dat is al zeker een decennium aan de hand, dat er gewoon shit wordt geremaked, omdat het een easy, weet je, niet heel veel geld erin. En misschien hopelijk wel genoeg meer geld eruit. Ik vind dit niet een slechte remake. Dat is een beetje ook zeker, ding. Zeker niet. Het is wel hebben wij de laatste jaren een echte nieuwe, dus niet Resident Evil en Callisto Protocol schaar ik dan wel onder nieuw, maar niet een top-notch 9+ game. Een echte baanbrekende survival horror game gespeeld. Of zijn er toch weer de hele tijd die oude klassiekers, de Silent Hills, de Resident Evil die weer terug worden gebracht. Ik vind survival horror, maar dit is ook sci-fi, hè? En daarom vind ik dit zo tof. En heb ik veel minder met dingen als Resident Evil. Maar Resident Evil 8 was nieuw. Vond ik vet. Ja. Ja. Nou, het is Resident Evil. Ja, bedoel je een vette game of een nieuwe franchise? Of een nieuwe, iets nieuwe wat het genre weer echt een stap vooruit. Ja, dat is wel de laatste twee Resident Evil. Ja. Okay. Precies. Ja, nou goed, dan zijn het die. Dat is weinig, dat is niet veel. Nee, daar had ik hier een beetje moeite mee van. Oké, ik heb echt een waanzinnig weekend hiermee gehad. Echt. Ja, dat heb ik had ik niet willen missen. Precies. Maar als ik €80 had moeten betalen, had ik waarschijnlijk laten liggen. Nee, maar hoezo? Je hebt een waanzinnig weekend gehad ermee. Dat is all you need. En dan, het is een game. En wat heb je ervoor nodig? Een geweldig weekend. Ja, maar en dat is 80 piek. Had ik misschien een Returnal gehaald, weet je wel. Omdat het dan gewoon net even wat meer van die tijd is. Had ik misschien de oude game dan toch nog een keer opgestart.
Nou ja, die oude game, die wil je niet. Maar Returnal is een mooie voorbeeld eigenlijk. Want ergens doet dat een beetje hetzelfde. En ergens is dat misschien wel de survival horror waar je net van zei. Van, dat is ook wel een 9+ 8 game. Had deze game dan niet gewoon 15 moeten zijn? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, weet je, dat had een heel leuk gebaar geweest, omdat het zo'n oude... Maar ik denk dat, dat zei ik ook tegen mijn vriendin, het is een makkelijke spiegel, omdat zij natuurlijk wel into gaming is, maar niet deep into gaming zoals wij. Ik zei van, ziet dit er modern uit? Weet je, is dit iets wat je gewoon geloofwaardig is om als nu te spelen? Of heb je het idee dat het oud aanvoelt? En dat had ze helemaal niet. Nee, mijn vriendin is ook meegekijkt. Die heeft echt zitten genieten, weet je. Ja. En dan, je moet hier links nog een kamertje. Dus ik denk dat er heel veel mensen zijn die, als die niet weten dat dit een remake is en het gaan spelen, gewoon een hele vette game spelen. Dus dan is het gewoon een full price game in principe. Je zei het zelf al. Ik bedoel, er zijn zat 70, 80 euro games die volledig nieuw zijn, maar gewoon veel minder zijn dan dit. Bizar. Een game van 15 jaar oud met een likverf eroverheen die gewoon... Een mooie likverf, kwaliteitslikverf. Die een groot deel van alles wat nu de laatste jaren uitkomt gewoon nog zijn ass kickt. Dead Space, de remake.